welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie van Huda Beauty reviewen. Ik heb al heel lang geen dedicated video over haar make-up gemaakt. En ik ontving dus de Color Block paletjes in PR. En ik dacht, ik ga hier gewoon een hele leuke video over maken. Dit zijn dus de kleine Color Block oogschaduw paletjes. Dus de kleine paletjes met 9 kleuren erin. En het heeft allemaal te maken met color blocking. Voor de mensen die niet weten wat dat is, letterlijk vertaald kleurenblokken. Dus je pakt 2 kleuren die in principe niet echt samen gaan, die echt tegenover elkaar staan en die combineer je gewoon samen. Net als hoe ik vandaag heb gedaan, een paarse achtergrond, oranje trui. Oranje en paars zijn niet bepaald 2 kleuren die echt samen gaan. Ze blokken elkaar letterlijk en dat is dan leuk om te doen, want dan doe je aan color blocking. En deze 2 paletjes zijn er dus ook. Hier heb je oranje en paars en hier heb je blauw en groen. Ook weer 2 kleuren die in principe niet samen gaan, maar ja, heel leuk concept als color blocking. Dus ik vond het echt een leuk concept en ik dacht, ik ga er gewoon een hele video over maken. Het zijn 2 paletjes, dus ik doe 1 paletje per oog en dan maken we gewoon 2 looks. Ik ben altijd een grote fan van Huda Beauty, de make-up. Het zijn altijd goede producten. Hier en daar is er altijd wel een product die ik iets minder vind, maar overal vind ik bijna al haar make-up altijd wel fijn. Echter ben ik altijd een grotere fan van hun grotere oogschaduwpaletjes dan deze kleine. Deze kleine zijn af en toe wel, ja, wat aan de slechtere kant. Dus ik hoop dat het nu niet het geval gaat zijn en dat deze gewoon goed gaan zijn. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze color blocking video. Oké, jongens. Dit is dan hoe ik de paletjes heb ontvangen in PR. Met deze super schattige bijpassende make-up etuis. Ze matchen dus allebei met de kleuren van de paletjes. De paletjes zitten erin, zoals je kunt zien. Echt heel erg leuk. Qua achtergrond en trui ben ik gegaan voor dit paletje oranje paars, maar ik ga ook gewoon een look maken met deze. De paletjes zijn €30 per stuk. Dat is een normale prijs voor Huda Beauty. En dit zijn dan de 2 paletjes. Kijk hoe leuk. Ik heb hier het paars oranje paletje. Dit paletje heet de Orange and Purple Color Block Obsessions Palette. En er zitten 10 kleuren in. Aangezien 1 paletje door de helft is met 2 kleuren. En er zit ook een cake liner matte kleur in. En daarmee kun je een mooie eyeliner aanbrengen. En dan heb ik hier het groene blauwe paletje. Dit paletje heet het Blue and Green Color Block Obsessions Palette. En hier ook weer 10 kleuren, waarvan 1 kleur weer in 2 kleuren is opgesplitst. En ook weer een cake liner in een beetje een blauwe matte kleur. En daarmee kun je dan ook weer een eyeliner aanbrengen. Oké, als ik zo kijk naar de paletjes, is het wel echt goed qua thema. Het is echt color blocking. Dit is zo 3D erop gezet. Ik hoop dat je het kunt zien. De paletjes zijn niet plat, zeg maar. De tekst is er echt zo op en het is zo zacht. En dit voelt zo heel zacht aan. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Het is zo, hoe heet dit? Ik heb geen idee, maar het is zo zacht plasticachtig, zeg maar. Heel apart. Huda Beauty heeft ook echt altijd unieke paletjes. Ik heb nog nooit zo'n opgesplitste kleur gezien. Dat hebben beide paletjes. Er zijn matte en metallic glanzende kleuren. En ook weer heel uniek, ook deze cake liner kleuren. Hier dus deze paarse is voor dat. En hier deze blauwe. Dus ik denk dat ik hiermee echt wel 2 leuke looks kan maken. Het ziet er allemaal echt heel goed uit. Het handige aan zo'n opgesplitste kleur is dat je 10 kleuren krijgt in een 9 pen oogschaduwpaletje. Dus dat is wel uniek. Wat ik wel als probleem voorzie is dat die 2 kleuren gaan mengen met elkaar. Maar ja, misschien ook niet. We will see. Oké, ik ga even een paar kleurtjes swatchen van beide paletjes. Deze matte kleur voelt zacht aan. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n zachte matte kleur gevoeld. Oké, dit zijn dan wat swatches van het oranje paarse paletje. Het voelt super duper zacht aan. Dat vind ik echt heel fijn. En hier 4 swatches van het andere paletje. Die metallic glanzende kleuren zijn echt super duper mooi. En de matte kleuren echt heel creamy, heel zacht. Oké, de swatches waren oké. Ik vond het niet echt geweldig, maar ook absoluut niet slecht. Gewoon normaal oké. Nogmaals, zoals ik al net zei, hun grote paletjes impressen mij altijd meer. Zoals dit paletje, dit Rose Quartz paletje, is echt amazing. Echt, als je deze swatcht, is echt gewoon insane. Dus ik weet niet, volgens mij doen hun wat meer energie steken in de grote paletjes dan in deze kleine. Voor €30 per stuk wil ik gewoon wel echt dat ze goed werken. Maar ja, de echte test is om het gewoon aan te brengen op mijn ogen. En dat is wat we gaan doen. Dus we gaan inzoomen op mijn gezicht. En dan gaan we 2 heftige looks maken. Jongens, ik ben zo enthousiast om 2 looks te maken met deze paletjes. Ik wil weer gaan voor echt heftige looks. Dus ja, ik ga eerst mijn ogen primen met deze P. Louise base in de kleur Rumor 01. Dit is de ideale basis als je ingaat met dit soort felle kleurtjes.
Zo, mijn basis is helemaal gelegd. Nou is het lekker licht, waardoor de kleuren wat meer gaan poppen. En het is een beetje plakkerig en dan plakken de oogschaduwkleuren er beter aan vast. Ik ga vandaag voor een volledige cut-crease look. Zo'n look heb ik al lang niet meer gemaakt. Ik ga het paars oranje paletje hier aanbrengen bij mijn rechteroog en het blauw-groene bij het linkeroog. Of ja, voor jullie andersom. Ik ga beginnen met deze donkere paarse matte kleur. En met die kleur ga ik zo de cut-crease line helemaal maken. Oh, oeps. Dan pak ik deze wat lichtere paarse lila-achtige kleur. En met deze lichtere paarse kleur ga ik dan deze donkere kleur een beetje uitblenden zo bij de rand. Ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. Deze is van Kruidvat Pro 13. Dan pak ik weer een beetje van die donkere paarse kleur. En daarmee ga ik ook een beetje de randen blenden. En zo ga ik gewoon op en neer met die twee kleuren totdat ik een mooie overgang heb gecreëerd. Zo, dit ging echt perfect. Deze kleuren blenden echt als boter in elkaar in. Echt fantastisch, ook heel mooi. Ondanks dat de twee kleuren best wel een verschil hebben. De ene is echt heel licht en de andere heel donker. Hebben ze het toch heel goed gedaan. Ik ga in met deze twee blauwe kleuren. Deze iets donkerdere en deze iets lichtere. En die twee kleuren ga ik precies hetzelfde aanbrengen als hoe ik heb gedaan met deze twee. Ik ga beginnen met deze donkere en dan uitblenden met de iets lichtere. Nou, dit ging ook weer heel goed. I love it. Nou ga ik weer in met mijn P. Louise base en dan ga ik een hele cut crease creëren. De kwast die ik gebruik voor een cut crease is deze van NYX Cosmetics nummer 14. Dan ga ik nu in met deze fel oranje matte kleur. En die breng ik aan over de hele cut crease. Ik gebruik weer een Kruidvat kwast, de Pro 05 kwast. En dan pak ik deze oranje glanzende kleur. En die ga ik over heel deze oranje kleur aanbrengen. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray, want dan wordt de glanzende kleur heftiger. Oké, deze kleur heeft wat fallout. Die matte kleuren hadden helemaal geen fallout. Hij is heel mooi. Hij brengt wel een beetje patchy aan. En omdat die kleuren dus zo zijn gehalveerd, kan ik er niet echt in met mijn vinger. Want dan pak ik die andere kleur ook. Dus ja, dat halve gedoe is wel een beetje vervelend als ik eerlijk moet zijn. Maar goed, het is wel gewoon gelukt uiteindelijk. En het is wel mooi. Ik ga in met deze mat groene kleur. En die breng ik aan over de hele cut crease. Oké, jongens, dit ziet er echt goed uit. Wat heel raar was, is dat deze kleur die ik dus hier helemaal op heb aangebracht, deze glanzende kleur, was beter dan deze glanzende kleur. Terwijl het zijn gewoon allebei dezelfde formules, maar toch vond ik die blauwe iets beter. Wat ik wel een beetje minder vind aan het paletje, het is dus blauw en groen colorblocking, maar ik mis een beetje groen. De enige echte groene kleur, basically, is deze ene kleur hier. Ik had gewild dat deze glanzende kleur ook groen was geweest, want nou is het eigenlijk gewoon meer blauw geworden. En nou is het gewoon blauw en blauw. Dus niet echt meer colorblocking. Dus ja, ik mis hier wat groen. Dus ik vind het eigenlijk gewoon meer gewoon een blauw paletje. Maar goed, dit is wel echt een colorblocking. Dan ga ik nou in met de cake liners. En dan ga ik een wing maken. In dit paletje pak ik dus de paarse kleur hier. En in dit paletje de blauwe kleur hier. Dat zijn dus allebei de cake liners. En ja, ik ben benieuwd. Je moet dus je kwast nat maken. En dan erin gaan met een natte kwast. Want het moet een beetje nattig worden. Want dan verandert het dus in een eyeliner. Dus ik heb deze kwast van Zoeva. Nummer 315 Fine Liner kwast. En dan gewoon met fixing spray. En de kwast mag echt wel heel nat zijn. Mensen, kijk even dit. Het verandert helemaal in een eyeliner. Zo cool dit. Wow, dit is echt een goede formule. Het droogt wel vliegensvlug op. Het droogt helemaal mat op. Dus je moet wel een beetje snel werken. Maar dit ging echt heel goed. Het voelt echt aan als een cream. Alsof je echt een cream aanbrengt. Het brengt ook helemaal niet vlekkerig aan of zo. Het is echt heel mooi egaal en heel veel pigment. I love it. Ook deze ging heel erg goed. Het is een hele mooie beetje pastelblauwe kleur. Een hele aparte kleur. Deze is wat minder fel dan die andere. Omdat het gewoon, ja, gewoon een lichtere kleur is. Dus dat is normaal. Maar het is ook wel weer heel goed gegaan. Ik ben heel enthousiast over deze cake liners. Normaal als er zoiets zit in een oogschaduwpaletje werken ze niet zo heel goed. Maar deze werken echt wel heel goed. Let wel op. Maak je kwast echt super super nat. Want het moet echt heel nat zijn en het droogt snel op. Dus hoe natter hoe beter. Het zou ook echt heel leuk zijn om deze twee paletjes te combineren. Dus
het mixen met elkaar. Dus een beetje van die kleur hier aanbrengen en andersom ook. Maar voor nu ga ik dat niet doen, want ik wil echt gewoon per paletje één oog. Zodat je echt gewoon goed kunt zien wat voor look je kunt maken met één paletje. Aangezien de meeste mensen er maar eentje zullen halen. Dan is het tijd voor wat kleur in de onderste waterlijn. Ik heb deze twee oogpotloodjes van NYX Cosmetics, oranje en groen. Die gaan in de waterlijn. En ik breng het oogpotloodje ook een beetje aan onder de waterlijn. Dus gewoon echt op de onderste wimperrand. Zodat het wat meer oranje wordt. En dat doe ik dan hier ook. En dan pak ik deze fel oranje matte kleur. En deze fel groene matte kleur. En die twee kleuren breng ik aan op de onderste wimperrand. En alsof deze twee looks nog niet heftig genoeg zijn, ga ik het nog heftiger maken met nog wat steentjes in verschillende kleurtjes. Ik ga in met deze lichtblauwe steentjes en ook deze paarse steentjes. En die wil ik dan gewoon een beetje zo wild aanbrengen. Ik breng er niet heel veel aan. Misschien hier eentje, hier zo en hier zo ofzo. Jongens, beide ooglooks zijn helemaal af. Wat vinden we ervan? Het is zo heftig, maar ik vind het echt zo mooi. De wimpers die ik op heb zijn Miami van Lily Lashes. Ik vind het echt fantastisch. Het is echt heel goed gegaan, heel mooi. Ik vind dat deze steentjes het echt gewoon helemaal afmaken. Ik ben zo benieuwd ook naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Ik heb er dus echt twee hele heftige looks meegemaakt. Maar je kunt er ook wel gewoon een meer naturel look mee maken. Ondanks dat het wel allemaal een beetje heftige kleuren zijn. Maar het is echt perfect gegaan. Ik vind het echt heel erg mooi. Nou, we zijn weer lekker uitgezoomd. Nu is het als laatste tijd voor de lippen. De hele gezichtsmake-up heb ik al gedaan. Ik heb bijna alleen maar Huda Beauty producten gebruikt. Of alleen maar Huda... Nee, ik heb alleen maar Huda Beauty producten gebruikt voor mijn hele gezicht. Dus mijn lippen wil ik ook Huda Beauty gebruiken. Ik ga gewoon in met een nude en lipstick. Want ja, het is allemaal al heftig genoeg. Ik ga in met dit Huda Beauty Lip Contour lippotloodje in de kleur Terracotta. En deze lipstick van Huda Beauty. De matte lipstick in de kleur Staycation is een hele mooie nude kleur. Oké, de look is helemaal af. Nog wat fixing spray van Be Creative Makeup van de Pastel Getaway collectie. En dan is het klaar. Mensen, wat vinden we van de look? Let me know beneden in de reacties. Het is echt super goed te gaan. Allebei de paletjes vind ik heel erg mooi. Als ik voor één van de twee zou moeten gaan, zou ik voor dit paars-oranje paletje gaan. Want deze vind ik meer colorblocking. Zoals ik net al zei, ik vind dit allemaal iets te veel blauw. Als je gewoon een goed blauw paletje zoekt, dan zou ik deze andere halen. Maar als je echt voor het colorblock thema wilt gaan, dan zou ik echt voor deze gaan. Allebei werken echt hetzelfde. De matte kleuren heel boterachtig, geen fallout. De glanzende kleuren ook heel mooi. Ik ga deze paletjes zeker vaker gebruiken. Ik vind ze ook gewoon echt goed. Ik vind ze niet wowie, maar dat vind ik eigenlijk bijna nooit met hun kleine paletjes. Hun grote paletjes wel, maar ik vind ze absoluut wel goed. Ik vind ze echt goed. Dus als dit paletjes zijn die jou aanspreken of één van de twee, zou ik ze zeker halen, want deze look is echt prachtig geworden. Ik ben er echt heel heel erg blij mee en ik ga ze zeker twee te vaker gebruiken. Laat me jullie mening weten beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!